Ik sta vanmiddag in de omgeving van de dorpen Deinem en Marsum. Hier is het droog, maar dat gold niet voor het hele land. En de komende dagen, met name het weekend en maandag, gaan we over op een weertype met kans op autruiten en misschien wel de eerste gladheid. Nu vanavond en vannacht. Ja, regen en bewolking, met name vanuit het westen tot over het midden en oosten van ons land. Het noorden houdt het droog met kans op mist en dichte mist en daar temperaturen rond 2 à 3 graden met kans op voorstaande grond. Elders de 4 tot 7 graden, de wind uit het zuidoosten is er bijna niet. Zwak dus. Morgen een dag met zon, bewolking, maar we beginnen met de kans op mist. En verder een temperatuur die ligt zo tussen de 7 en de 9 graden, nog altijd aan de hoge kant. De wind komt uit oostelijke richtingen en die is zwak of matig. In de nacht 3 à 4 graden met opklaringen en dan op naar zaterdag. Dat wordt dan wel een wat koudere dag al. Met temperaturen tussen de 6 en de 8 graden. Maar dat is nog altijd iets aan de hoogkant. En dan de zon erbij. En de wind uit het oosten. En die is zwak of matig. Gaan we naar de nacht, dan hebben we al kans op de grond. En dan gaan we door naar zondag en maandag. Twee dagen met een temperatuur zo rond 5 graden. In de nachten 0 plus 1 min 1. Misschien op plaatsen wel min 2. Dus komt het graadje echte vorst tevoorschijn. Maar niet overal. Wel de grond uitgebreid. En misschien de eerste gladheid. Ja, kijken we dan naar het weer op dinsdag. Dan is het dinsdag een weertype met wat buien en buitjes. De temperatuur weer hoger, 7 of 8 graden. Hoe het verder uitpakt, morgen meer over het weer. Ontmond, tot morgen.